Goedenavond iedereen en welkom op dit webinar. In dit webinar gaan we ons product InvestWe bespreken en hoe we geld kunnen verdienen met behulp van markteffecten. Eerst en vooral laat ik jullie deze risico's eens zien, want de producten waarop InvestWe zich baseert zijn CFD Forex en futures producten, die complexe instrumenten zijn met een hefboomwerking. Eerst, ik ga eens kijken voor de mensen die hier aanwezig zijn. Ik denk dat de meesten onder jullie WH Self Invest als online broker wel kennen. Maar toch een korte samenvatting, een korte inleiding. Mijn naam is Evelien Lauwers en ik werk voor de Nederlandstalige klanten- en salesdienst. Ik ben fysiek gesitueerd in Luxemburg. Dus wanneer jullie de klantendienst of de salesdienst telefoneren, telefoneren jullie of komen jullie met een medewerker uit Luxemburg in contact. Uiteraard spreken wij allemaal Nederlands. WH Self Invest is een online broker met zijn hoofdkantoor in Luxemburg. Daarnaast hebben wij ook nog in 5 andere landen bijkantoren, waaronder België en Nederland. En af en toe komen wij naar België en Nederland om ons te presenteren. Maar WH Self Invest dus is een online broker die gespecialiseerd is in het aanbrengen van CFD Forex producten, futures producten naar mensen, privémensen die voor eigen rekening werken. Dus we hebben een hele grote groep, dus dat is onze core business. We hebben een hele grote groep mensen die voor eigen rekening traden. En wij zagen een paar jaar geleden dat er uit die groep mensen wel interesse was in het traden met deze producten, maar die niet van het traden op zich houden. Van de technische analyse uit te voeren, het beslissen van wanneer in positie gaan, wanneer uit positie stappen, op welke technische indicatoren zich te baseren. En dus voor deze mensen hebben wij nagedacht en hebben wij het product InvestWe in het leven geroepen. Dus InvestWe is een product die zich baseert op markteffecten. Wat zijn deze markteffecten nu uiteindelijk? Dit zijn anomalieën uit de markt. Die zich eigenlijk, dit zijn prijspatronen die wederkerend zijn in de tijd. Dus wederkerend in de tijd, dit kan 1 keer per week zijn, 1 keer per maand. En wij proberen die bepaalde tijdstippen, die bepaalde dagen eruit te pikken om voor u in positie te gaan. Een van die anomalieën is bijvoorbeeld het goud. De goudprijs heeft de neiging te stijgen voor de weekends. En dus daarom gaan wij steeds in positie voor u op het goud tegen voor het weekend. Een andere anomalie die u zeker wel kent, zal de olieprijs zijn die de neiging heeft te stijgen tijdens de winters, omdat er ook meer vraag naar is. En dit zijn deze anomalieën die wij proberen uit te buiten voor jullie om een buitensporig positief rendement te kunnen genereren. InvestWe is live gegaan in 2020. Maar uiteraard hebben wij deze anomalieën, deze markteffecten, uitvoerig gebacktest. En we hebben deze uitvoerig gebacktest tot 2009. Dus tot 2009, tot nu, ziet u hier de grafische evolutie van de InvestWe-portefeuille. Dus u ziet dat InvestWe door de jaren heen steeds een positief rendement heeft kunnen weergeven, maar dat er periodes zijn van drawdowns. Dus je ziet dat de lijn of dat de grafiek niet recht evenredig naar boven gaat. Dat er exponentiële groei is, maar dat er ook kleine drawdowns zijn. Dus dat is zeker iets waar u rekening mee moet houden bij het investeren of bij het traden in het algemeen, maar ook hier bij InvestWe. Vanaf 2020 hebben wij dus een live portefeuille. En deze live portefeuille heeft tot eind juni
74% netto rendement opgebracht. Moest u diezelfde portefeuille geopend hebben begin van dit jaar, dus begin 2024, zou u eind juni een netto rendement van 27,5% behaald hebben. Onze referentierekening is een futuresrekening, geopend met €25.000 en gematigd risico. Uiteraard bestaan er nog andere soorten rekeningen, de groter beleggingsbedrag, kleiner beleggingsbedrag, andere instrumenten, dus de CFD Forex rekeningen en een andere risicoaversie. Dus dat is eigenlijk aan jullie om te bepalen met welke rekeningen jullie in zee willen, maar dit is onze referentierekening. De resultaten van juli zijn spijtig genoeg nog niet bekend, omdat de positie gisteren is afgelopen. Maar spijtig genoeg, in juli hebben wij een drawdown gezien. Vooral met dan maandag dat er een algemene crash was in de beurzen. Dus dat is echt iets waarmee jullie moeten rekening houden met deze drawdown periodes. Die gelukkig kort of klein zijn gehouden. Maar dus dit is part of Investui. Dus Investui is gebaseerd op kalendermarktpatronen. Uiteraard is het niet Investui of WH Self Invest die deze marktpatronen ontdekt heeft, maar het zijn academici die deze marktpatronen jaren bestudeerd hebben. Die academici hebben dus studie geleverd die leiden tot statistisch bewijs dat bepaalde instrumenten op bepaalde tijdstippen, op bepaalde dagen, een buitenproportioneel positief rendement hebben meegebracht. Als we gaan kijken naar de professionele beleggers of de beleggingsportefeuilles, zien wij dat deze ook gebruik maken van deze markteffectstrategieën om hun rendement te verhogen. En dus nu met het product Investui stellen wij de particuliere belegger in staat om hun bestaande portefeuille te diversifiëren of aan te voelen met deze markteffecten. Investui moet bekeken worden als een lange termijn investering. Een lange termijn investering, daar hebben wij als termijn 1,5 jaar tot 2 jaar voor. Uiteraard wil dit niet zeggen dat uw geld voor 1,5 jaar tot 2 jaar vaststaat, maar het idee is optimaal, of het resultaat kan u optimaal behalen op 1,5 jaar. Ik zei dat uw geld zeker niet vaststaat voor dit 1,5 jaar tot 2 jaar. En dit komt door de korte termijn transacties of door korte termijn trades die Investui voor u uitvoert. De trades die Investui voor u gaat aangaan, is tot een paar uur, tot een paar 1,5 dag en de langstlopende trades is een paar dagen. Daar zitten we ongeveer een 8-9 werkdagen voor u in positie. Maar dus uiteindelijk kan u zeer snel uw geld terug hebben. Een tweede aspect is dat Investui zeker niet gaat overtreden, wat ook ten goede komt voor de commissiekosten voor u. Wij voeren een 2-3-tal trades per week uit, wat resulteert op een 10, 11, 12 trades per maand. Dus hier doen wij ook zeker niet aan overtreding. De rekening die wij voor u voorstellen is een beheerde rekening. Dus wij doen alles voor u. Wij openen de positie, wij sluiten de positie. En u heeft hier gedurende de week of gedurende de maand niets voor te doen. Dus de 2 à 3 posities worden automatisch voor u geopend en automatisch voor u gesloten. Vooraf betaalt u uiteraard met welke risicocategorie u graag in positie zou gaan. Hier hebben wij 3 risicocategorieën voor handen, namelijk defensief, gematigd en agressief. Wij raden steeds een defensief of moderate risicocategorie aan. Uiteraard,
U kent uzelf het beste. Als u een meer agressieve belegger bent, kan u uiteraard ook een agressief beleggingsprofiel bij ons openen. Daarnaast heeft u dus geen platform waarop u de trade ziet. U heeft onze website waarin u de evolutie van een bepaalde trade kan nagaan. Uiteraard, dagelijks krijgt u uw rekeninguittreksels per mail doorgestuurd en een grafiekanalyse van uw rekening. Wat zijn nu de voordelen van zo'n rekening? Trading brengt steeds stress met zich mee. Stress om het beslissingsmoment uiteindelijk. Van wanneer stap ik in positie? Hoe stap ik in positie? Heb ik wel genoeg technische indicatoren geanalyseerd om mijn beslissing op te baseren? Dus met deze beheerde rekening valt dit beslissingsmoment volledig weg. Wij gaan altijd in positie voor u en we stappen op de vooraf bepaalde tijd uit. Daarnaast bent u ook maximaal gediversifieerd. U zal dus geen enkele trade overslaan door bijvoorbeeld vakantie, ziekte. U mist geen enkele trade en u zal ook geen enkele trade overslaan omdat er bijvoorbeeld de vorige trade heel verlieslatend was. Gaat u zeggen van ik ga het eventjes afwachten of ik ga niet meegaan in positie. En dit is dan net de trade die het verlies gedeeltelijk of volledig goed maakt. Dus er wordt geen enkele trade overgeslagen. Daarnaast is er nog een ander groot voordeel dat u steeds in de correcte positiegrootte uw posities gaat aangaan. Wij zien dat sommige mensen een te groot risico pakken voor één trade, een te klein risico voor een andere trade. Hier bepaalt u op voorhand welke risicocategorie u alle posities wenst open te zien en wij zullen deze openen voor u. Investui is gebaseerd op twee sleutelfactoren voor het lange termijn succes. Ten eerste diversificatie en ten tweede meer en hogere winsten dan verliezen. Ten eerste diversificatie. De Investui-portefeuille bestaat uit vier strategieën of vier markteffecten. Hier ziet u deze opgelijst. Dat is namelijk de Friday Gold Rush, de Pound Shorter, de Turnaround Tuesday en de End of Month. Dus we zien een mooie mix van vier activa, namelijk het goud, de Britse pond ten opzichte van de US dollar, een forexpaar, en twee indices, namelijk de DAX en de S&P 500. En de posities die wij voor u gaan openen, zijn steeds korte termijn posities. Hier ziet u de grafische evolutie van onze vier strategieën. De vier strategieën staan in vier kleuren aangeduid. Dus in het geel ziet u de Friday Gold Rush. In het lichtblauw ziet u de Turnaround Tuesday. In het donkerblauw de Pound Shorter. En in het roze de End of Month. En u ziet eigenlijk doorheen de jaren heen dat er momenten zijn waarop één of twee strategieën zeer goed performeren en een derde, vierde eventueel niet, maar dat die door de jaren heen steeds, het is steeds een andere strategie die goed gaat werken. U kan dit op lange termijn bekijken, maar ook op zeer korte termijn. Eén week zal bijvoorbeeld de Turnaround Tuesday zeer goed performeren, de Friday Gold Rush niet. De volgende week is het net iets het andere. Dus daarom zeggen wij van, gebruik deze vier tezamen om een zo goed mogelijk gediversifieerde portefeuille te hebben. U weet ook niet van op voorhand welke trade er gaat werken, ja of nee. En dus die vier strategieën samen vormen dan onze totale portefeuille, hier weergegeven in het groen, die ook op de eerste slide te zien was, die dus door de jaren heen steeds stijgend was, dus door de jaren heen steeds een positief rendement voor u gegenereerd heeft. De tweede sleutelfactor is meer en hogere winsten.
hier gaan we dus eerst meer winsten dan verliezen gaan analyseren. We hebben gezien dat onze 4 trainingsstrategieën meer positieve trades of meer winstgevende trades genereerden dan verlieslatende trades. Dus we zien hier dat we rond de 60% zitten voor onze 4 strategieën. Dus een trade die rond de 60% aan winstgevende trades op lange termijn kan genereren, wordt bestempeld als een zeer goede tradingstrategie. Dus dat is het eerste punt. We winnen meer dan dat we verliezen. Uiteraard is het tweede punt even belangrijk. Wanneer we nu winnen? Of wanneer onze trade winstgevend is? Hoe hoog is onze winst dan? En we zien dat gemiddeld onze winst groter is dan ons verlies, die wij bij verlieslatende trades hebben. Dus deze twee componenten gecombineerd, dat we meer keer winnen dan verliezen en dat onze winst groter is dan ons verlies die we leiden, leidt ertoe dat op lange termijn wij voor u een positief rendement kunnen garanderen. En dus daarom ook nog eens het gegeven van een lange termijn investering, dat deze twee factoren goed voor u kunnen werken. Nu gaan we kort de 4 strategieën gaan bespreken. Op wat zij investeren of het traden, hoe het signaal zich voordoet. Dus de eerste strategie is de pound shorter. En hier gaan we, zoals de naam het weergeeft, op de pond investeren of traden. De Britse pond ten opzichte van de US dollar. En ook zoals de naam het weergeeft, shorter. Dus hier gaan wij een short positie voor u gaan openen. Dus een short sell positie. Deze positie doet zich, of dit signaal doet zich 1 keer per week voor. En dit is een micropatroon op dinsdagmorgens. Dus dinsdagmorgens gaan wij een short positie op dit forexpaar voor u openen. En kort na de middag wordt de positie reeds gesloten. U ziet dat het een zeer stabiele strategie is die zeer langzaam positief rendement voor u genereert. De tweede strategie is de end of month strategie. Hier gaan we voor u investeren op de S&P 500. Hier gaat het over een long signaal. En dit signaal gaat 1 keer per maand voorkomen. Wanneer komt dit nu voor? Bij de maandovergang. Er gebeuren vooral dingen tijdens de maandovergang. De indexen veranderen van compositie. De beleggingsfondsen veranderen hun portefeuille voor een positief rendement weer te geven aan de klanten. U krijgt uw loon uitbetaald. Dus er gebeuren zeer veel zaken bij de maandovergang tijdens deze, in geldtermen. Dus dan gaan wij hier ook van profiteren. En gaan wij dus voor u een positie gaan openen de 4e tradingdag van de huidige maand. En we gaan deze positie aanhouden tot de 5e tradingdag van de nieuwe maand. Dus we zitten dus een 8 à 9 werkdagen in positie. Dus steeds bij de maandovergang. Dus hier gaan wij 12 keer per jaar voor u een trade gaan aangaan. De derde strategie is de Turnaround Tuesday strategie. Hier gaan wij in positie voor u op de mini DAX en wij gaan een long positie gaan aangaan. Dit signaal komt maximaal 1 keer per week voor en dit signaal zal worden aangegaan maandag namiddag en zal tot woensdag voormiddag aangehouden blijven. Dus hier zit u ongeveer 1,5 dag in positie. Dit is wel een potentieel alarm. Dus dat wil zeggen dat we willen dat de DAX maandagavond of maandagnamiddag zwak staat,
ten opzichte van zijn 34-daags gemiddelde. En wanneer deze zwak staat, gaan wij dus een positie voor u gaan aangaan. Wij zien dat maandag vaak zwakke dagen zijn voor de DAX, maar voor de beurs in het algemeen. En wanneer we zien dat deze zwak is, gaan we proberen om dan dinsdag die turnaround te zien, dus die remonte van de algemene beurzen, om zo een positief rendement voor u te genereren. De laatste strategie is de Friday Gold Rush. Die heb ik ook al eventjes aangehaald. Dus hier gaan we steeds in positie voor de weekends voor u. Uiteraard op het goud. Het is een long positie die wij gaan aangaan. En we gaan dus deze donderdagavond voor u aangaan. En we gaan deze vrijdag sluiten. Hier zit u dus ook anderhalve dag in positie. En de theorie hierachter is dat de goudprijs stijgende is voor de weekends. Hier zijn twee grote factoren de oorzaak van. Ten eerste is de juwelenindustrie die vrijdag hun stok gaat aanslaan voor dan volgende week terug aan hun juwelen te kunnen werken. De tweede grote factor zijn de beurzen of zijn de beleggingsfondsen die hun goudpositie voor de weekends gaan verhogen. Moest er iets gebeuren tijdens het weekend, gaan hier de indexen, de aandelenindexen, zeer sterk op reageren maandag bij het openen van de beurs, wat we ook afgelopen maandag hebben gezien. En proberen ze dit eventueel verlies op te vangen met hun goudpositie. Investui is dus een zeer goede investering, omdat de vier strategieën van de portefeuille zeer robuust zijn en sinds zeer lange tijd geanalyseerd, getest en goed bewezen. Dus je heeft een mooie gediversifieerde portefeuille. Daarnaast proberen wij met een lage hefboom het risico te vermijden of het risico te verminderen, maar toch bij positieve rendementen uw rendement iets te verhogen. De posities die Investui voor u aangaat zijn steeds korte termijn posities, waardoor het risico ook verlaagd wordt. Een eventuele drawdown wordt dus verkort dan bij lange termijn investeringen, bij bijvoorbeeld buy and hold investeringen. En wij proberen zo weinig gelijktijdige overnight en weekend posities voor u aan te houden. Daarnaast hebben wij een zeer mooie risicocategorie diversificatie. U kan uw eigen portefeuille dus volledig samenstellen. Daarnaast moet u in het achterhoofd houden anderhalf jaar tot twee jaar beleggingshorizon en dan is Investui een zeer mooie investering voor u. Dus ook hier ziet u eigenlijk de oplossing voor u te wapenen tegen een eventuele drawdown die we afgelopen maandag gezien hebben. Kies zeker niet een te agressieve risicocategorie en behoud deze anderhalf jaar tot twee jaar in achterhoofd. En dan bent u zeer goed bewapend tegen een eventuele drawdown van een positie van een portefeuille. Kort ga ik ook het nog even hebben over de kosten. Voor het opzetten van een rekening, van een Investui-rekening, vragen wij normaal gezien een setupkost van €99. En tijdens de grote vakantie, tijdens de zomervakantie, hebben wij deze weggescholden. Dus deze wordt volledig gratis aangeboden. Daarnaast heeft u de commissiekosten. En die hebben wij ook zo laag mogelijk proberen houden voor u. Voor CFD Forex rekeningen betaalt u €4,99 per order. Voor futures rekening betaalt u €4,99 per order per future. Dus een zeer makkelijke rekensom kan voor u worden aangegaan. Dus naast deze commissiekosten
heeft u nog de gratis signalen. En op het einde van het jaar of op het einde van de levensloop van uw rekening wordt er naar de strategieën gekeken. We hebben dus 4 strategieën. Moesten de 4 strategieën voor u positief rendement hebben meegebracht, rekenen wij of romen wij nog 2% per winstgevende strategie op de winst na de kosten af. Dus moesten de 4 nu positief zijn, wordt er 8% van de winst na de kosten afgeroomd. Dus enkel uiteraard op het stukje winst. Moest u spijtig genoeg maar 2 strategieën hebben die winstgevend waren, wordt hier maar 4% op afgeroomd. Dus 8% is het maximaal en het kan tot 0% gaan. Dit zijn de 2 kostencomponenten. Daarnaast heeft u geen beheersprestatiekosten, instap- of uitstapkosten, ook geen abonnementen. Uw rekeninguittreksels en uw aandelengrafieken worden dagelijks gratis naar u gestuurd en de beheerde rekening wordt ook gratis aangeboden. Nu ga ik nog eventjes naar onze website. Moesten er vragen zijn, aarzel zeker niet om deze in de vragenlijst mee te geven. Dan kan ik deze nu ook al beantwoorden. Anders gaan we eventjes naar onze website gaan. Dus op de website investoei.com kan u alle informatie die ik in deze presentatie heb meegedeeld terugvinden. Belangrijke pagina's zijn uiteraard de strategieën. Dus onder strategieën vindt u de 4 strategieën waarop Investoei zich baseert. Hier ziet u de Turnaround Tuesday, Friday Gold Rush, End of Month en de Pound Shorter. En wanneer u op 1 strategie gaat klikken, bijvoorbeeld hier de End of Month, ziet u een korte beschrijving van de strategie, ziet u uiteraard de resultaten en waarom dat deze strategie werkt en op welke academische studie deze strategie zich baseert. Dus zoals gezegd, het is zeker niet uitgevonden door Investoei zelf. Het is gebaseerd op academische studie, statistisch bewijs, zeer ervaren mensen, zeer ervaren economici. Dus zeker geen natte vingerwerk. Daarnaast kan u onder posities kijken welke positie er momenteel open staat. En momenteel, we zijn donderdag namiddag, staat er geen positie open. Deze positie zal tegen de avond worden geopend. En dat zal de positie zijn op het goud. Dus hier voor onze referentierekening zullen wij 5 micro gold futures openen voor u. Hieronder ziet u een kleine kalender wanneer er exact de signalen worden gegeven. Dus bijvoorbeeld in het geel ziet u dat iedere donderdag de Friday Gold Rush zal geopend worden voor u. Maandag ziet u dat er de Turnaround Tuesday wordt geopend. Hier ziet u een stippellijn rond, omdat het een potentieel alarm is. De DAX moet uiteraard zwak zijn ten opzichte van zijn 34-daags gemiddelde. Dinsdag zien we dan een positie op de Pound Shorter. En tegen het einde van de maand, dus hier de 27e van deze maand, zal een positie op de S&P worden geopend, de end-of-month positie. Wanneer u naar referentierekening gaat kijken, ziet u dat bijvoorbeeld, ik ga helemaal onderaan gaan, dat er dus 9 januari 2024 van dit jaar 2 referentierekeningen voor u werden geopend. Een referentierekening, de eerste, €25.000 futuresrekening met gematigd risico. En de tweede referentierekening, €10.000 CFD Forex-rekening met gematigd risico. Wij hebben elke trade die wij hebben aangegaan voor u opgelijst. En dat kan u zien. Je ziet hier, zoals gezegd, een 10, 11, 12-tal trades per maand. En per maand wordt er dus een recap gegeven van wat heeft deze rekening nu
netto voor u opgebracht. De eerste maand heeft de rekening 10,5% opgebracht voor de futuresrekening. Dus u stond aan een 27.600. En de CFD-rekening heeft 7,2% netto rendement opgeleverd en die stond aan 10.700. Dus per maand wordt deze recap gegeven en ziet u hier de laatste 27,4% netto rendement voor onze futuresrekening en 21,4% voor onze CFD-rekening. Deze maand, zoals gezegd, was iets minder en zal een negatief rendement met zich hebben meegebracht. Daarnaast zegt u nu van, ik ben eigenlijk helemaal overtuigd van het principe van Investudie, maar ik heb een ander beleggingsbedrag als de twee referentierekeningen. Geen enkel probleem. Dan gaat u helemaal onderaan naar de pagina en dan ziet u hier simulator. Wanneer u hierop klikt, kan u eigenlijk naar alle rekeningen die wij voor u aanbieden of die wij aanbieden, gaan afgaan. Als u zegt van, ja, ik heb een kleiner beleggingsbedrag. Als u een kleiner beleggingsbedrag heeft van als 20.000-25.000 euro, raden wij CFD Forex rekeningen aan. Omdat de posities bij een CFD Forex rekening kleiner zijn, dus het risico ook lager is. Dus wanneer u zegt CFD Forex rekening met bijvoorbeeld 10.000 euro, ziet u de portefeuilles die wij voor u kunnen openen. Dus hier ziet u dat er twee portefeuilles ter beschikking zijn, namelijk een gematigd risicoportefeuille en een agressief risicoportefeuille. En per strategie ziet u dan wat de positiegroottes zijn. Dus bijvoorbeeld bij de eerste, de Turnaround Tuesday, openen wij bij een gematigd risicoportefeuille 2 CFD Germanys voor u. Bij een agressieve risicoportefeuille openen wij 5 CFD Germany 40 CFD's. Dus dat is het verschil tussen beide. Dan, dus dat heeft u voor de 4 strategieën, dat u dan het onderscheid tussen de 2 portefeuilles kan bekijken. Wat is nu de waarde van uw investering, moest u deze investering begonnen hebben in 2009? Moest u nu begonnen zijn met 10.000 euro in 2009, zou u nu 62.000 euro op uw rekening hebben staan. Bij de gematigde risicoportefeuille, bij de agressieve risicoportefeuille, zou u nu 136.000 euro op uw rekening hebben moeten staan. Wat was de grootste drawdown die wij met deze portefeuille gezien hebben? Dan zagen we hier een kleine 4.000. Als we nu zeggen, deze kleine 4.000, 2,5 keer, is ons aanbevolen minimum. Dus deze kleine 4.000 maal 2,5 komt ongeveer aan een 10.000 euro. Waardoor deze rekening met een groene stip wordt bestempeld, omdat het minimum, het aanbevolen minimum, niet groter is als uw beleggingsbedrag. Uiteraard bij de agressieve risicoportefeuille ziet u dat de drawdown veel groter is. Ziet u dat 2,5 keer het aanbevolen minimum, dus uiteindelijk deze uw beleggingsbedrag overschrijdt, waardoor het een rode stip krijgt, dus een veel agressievere portefeuille is. Ook hier kan u zeggen van, ik speel eventjes met het beleggingsbedrag. U ziet dat nu ook het defensief risico voorhanden is en u ziet het verschil in positiegroottes. Ik ben op het einde gekomen van mijn presentatie. Ik zie dat er in de tussentijd geen vragen zijn, dus ik hoop dat alles duidelijk was voor jullie. Moest u toch nog vragen hebben? Wij zijn iedere werkdag van 8 uur tot 22 uur beschikbaar en dit via mail, telefoon of chat en steeds in het Nederlands. Dus dat is ook een zeer groot voordeel
wanneer u WH Selfinvest als partner uitkiest. Een zeer betrouwbare partner die steeds bereikbaar is. Ik hoop dat u alles goed verstaan heeft. En ik hoop dat wij zeer snel contact met elkaar hebben. Ik wens u alvast een zeer fijne avond, al een zeer fijn weekend. En tot een volgende keer. Dag!